Geliefde broeders en zusters, goedemorgen en welkom op deze Lectio Divina van dinsdag van de achtste week van tijd door het jaar. En na Pinkstermaandag komen we terug naar de tijd door het jaar en we springen al van de zeven naar de achtste week en we beginnen vanaf nu, dinsdag van de achtste week van tijd door het jaar. En in andere liturgische tijd. Niet een nieuwe, want we hebben al dit jaar begonnen. Maar we komen terug en we gaan door de liturgie van de kerk ons laten leiden. En het is ook heel rijk te zien de pedagogie van de liturgie van de kerk. Die ons leidt naar de diepte van de mysterie van Christus en ook die leidt ook ons om ons roeping te beantwoorden en te voeden met het woord van God. En vandaar zijn kort lezen, maar heel diep en heel mooi. Naar Pinksteren, naar deze uitstorting van de Heilige Geest, naar de beslissing van ons persoonlijk om nieuw leven te hebben met de Heilige Geest, de Heer had voor ons een offer gevraagd. Maar het begint met de kracht van de Heilige Geest, met de vernieuwing van de Heilige Geest, met de uitstorting van zijn liefde. Als wij geen liefde hebben, kunnen wij niet ware offers brengen. Uit het boek Ecclesiasticus. Wie de wet houdt, brengt vele offers. Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer. Wie een weldaad beweest, brengt een spijsoffer. En wie een almoes heeft, brengt een dankoffer. De Heer heeft wel gevallen in het breken met de boosheid. En breken met de ongerechtigheid is verzoening. Verschijn echter niet met lege handen voor de Heer. Want al deze dingen is het gebod. Het offer van een rechtvaardiger maakt het altaar wet. En de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste. Het offer van een rechtvaardiger is wel gevaarlijk, en de herinnering eraan wordt niet vergeten. Verheerlijk de Heer met een blij gelaat, en onttrek niks aan de eerste linie die Hij moet geven. Toon bij al uw haven een vrolijk gezicht, een heiliger en heilig de tiende met vreugde. Geef aan de Allerhoogste na hetgeen Hij u geschonken heeft. Geef met een blij gelaat en naar uw vermogen. Woord van de Heer. Wij danken God. De Heer vraagt voor ons een offer die kost voor ons. Een offer die van ons heel veel vraagt. Een verandering van leven. En te aanvaarden wat wij nu moeten leven. En Hij vraagt voor ons. Geef uw gave met een vrolijk gezicht. Heilig de tiende met vreugde. De teken dat jij aanvaardt. De nieuwe stap in uw leven met een goed hart, dat jij akkoord bent, dat jij aanvaardt de wil van God, is de vreugde. Vreugde en deze deugde is belangrijk om te laten tonen voor de Heer dat wij aanvaarden, zijn wil aanvaarden. Het nieuw leven die Hij voor ons bracht aanvaarden. En dan wordt
ons offer aangenaam. Dan kan ons offer het hart van onze Heer beharen. Uit Psalm 50. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Hoor nu mijn volk wat ik u zeggen ga. Hoor Israël waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers heen verweet. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Brengt lieve God, het offer van uw lof. Brengt de Allerhoogste uw geloften. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechtig wegen gaat, die wint het heel van God. Uit het Heilige Evangelie volgens Marcus. In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus: Zie, we hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven. Of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers. Zij het ook gepaard met vervolgingen. En in de toekomstige wereld het eeuwig leven. Wie eersten zullen laatsten zijn. En wie laatsten eersten. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is een belofte van de Heer. Petrus die vraagt. Maar Heer, we hebben zie, erkend. Dat we hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Dat we hebben alles geofferd aan u. Familie, tijd, carrière, toekomst, zekerheden, geld, huizen, vrienden. We hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Erkent dat, zie dat. Maar de Heer had hem beantwoord en hier is onze belofte, vol van hoop en ook zeker. En als missionair lid van de gemeenschap, als missionaris, kan ik dat zeggen, dat dat waar is. Er is niemand die huis, broeders, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen, akkers, alles. Alles had de Heer teruggeven, door een geestelijke manier, niet plotseling, maar op zijn tijd. En die hij gaat dat echt vervullen. Volbrengen in ons leven. Natuurlijk. Niet gepaard met vervolgingen. Natuurlijk zullen we nog beproevingen meemaken. Maar wij zullen dat ervaren. En wij zullen dat in de toekomst, het eeuwig leven, het hemelse leven, het leven met Hem. Want nu geloven wij, ja, leven wij in geloof. Dat wij zullen op één dag onze Meester, in onze Heer, die wij hier op aarde volgen,
dat wij hem op een dag zullen zien, zullen omhelzen en met hem zullen voor eeuwig leven. Naast hem, bij hem, met hem. Dat is de hoop van ons leven als christenen, als discipelen, als missionarissen. En dat is het salaris, de loon van ons missie, van ons werk. Maar hier al op aarde ontvangen wij al deze broers, zusters, akkers, familie. En elk offer geeft zijn zwarte kant, maar ook een belofte. Een belofte. Mogen de Heer ons hart vervullen en vullen met zijn liefde, met zijn hoop, met zijn Heilige Geest. Wees gegroet Maria, bol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.